Pim Fortuyn, de man op wie vanavond een waarschijnlijk fatale aanslag is gepleegd. Het gebeurde rond 6 uur op het terrein van het Mediapark hier in Hilversum. Een man met een baseballpet schoot 6 maal op Fortuyn, die net een interview had gegeven op Radio 3 FM met Ruud de Wild. Daarin had Fortuyn nog gezegd: ik ga niet snel dood, ik word 87 jaar. Fortuyn werd volgens journaalverslaggever Dave Abspoel 3 maal geraakt. In het hoofd, de borst en in de hals. Het duurde enige tijd voordat de ambulances arriveerden, omdat het Mediapark meteen werd afgesloten. Fortuyn was in het gezelschap van zijn vertrouweling Albert de Boy en een chauffeur. Hij had geen bodyguards. In een gesprek met Job Frieso afgelopen weekend sprak Fortuyn nog zijn zorgen uit over zijn veiligheid. Ja, totale verslagenheid. En natuurlijk een ondubbelzinnige veroordeling over datgene wat er gebeurd is. Ik bedoel, ik heb nu gewoon even heel erg te doen met de mens Fortuyn. En politiek gaat wat mij betreft even van tafel. Het is in één woord weerzinwekkend. Het is nauwelijks te bevatten dat dat in ons Nederland zo gebeurt. Een dieptepunt voor onze democratie. En op de een of andere manier heb je het idee dat Nederland, onze democratie, haar onschuld heeft verloren. Dat dit zijn dingen die je niet dacht dat in Nederland mogelijk waren. En het moet ook ten diepste veroordeeld worden dat mensen hier hun toevlucht naar zoeken. Dit is een diep tragische gebeurtenis voor Pim Fortuyn zelf natuurlijk. Het menselijke aspect is hier natuurlijk het allerbelangrijkste op dit moment. En gelijktijdig is het een niet te beschrijven dieptepunt voor onze samenleving, democratie, waar we allemaal zo pal voor staan. Het is een verschrikkelijk bericht, onwezenlijk voor de Nederlandse politieke situatie, zeer verdrietig, en ons medeleven gaat daar ook uit direct naar de familie van Pim Fortuyn. En voor de rest ben je geschokt door deze gebeurtenis, terwijl we hadden gedacht in Nederland dat we van mening mogen verschillen, maar dat je altijd respect voor de anderen te tonen. Wat hier gebeurt is in en in.